En als je dus zou denken, we hebben nu zoveel geneesmiddelen, er kan niks meer bij komen, daar ben ik van overtuigd, dat is niet waar. We gaan nog hele bijzondere dingen zien. Hoe werkt een medicijn nadat je het ingeslikt hebt? De Universiteit van Nederland presenteert klinisch farmacoloog professor Dr. Adam Cohen. Het tweede college vandaag gaan we iets moeilijks doen. En ik dacht, om dat uit te leggen, moet ik ook maar weer eens wat innemen. En ik heb hier een spul dat heet Turbo Slim. Dus ik dacht, dat is misschien wel iets. Overigens, als een van jullie er een wil, dan moet je het zeggen. Nee? De Turbo Slim valt een beetje uit elkaar. Ik neem een Turbo Slim. Niemand? Oké. Ja, of hebben ze toch de Viagra? Nou, laat maar. Er zijn ontzettend veel middelen. Maar hoe werkt dat nou? Hoe kan dat nou? Want we konden dus uit die pillen, uit die planten, konden we dingen halen. We hadden daar de digitalis uitgehaald. We hadden die plant niet meer nodig. Er zat een heel klein beetje spul in. Maar het is wel ontzettend weinig, 62,5 microgram. Je kan nauwelijks zien. Er moet zo'n tablet omheen gemaakt worden. Anders kon je het niet eens innemen. Dan was je het kwijt als het ergens lag. En daar zie je dat hele kleine beetje van die werkzame stof die erin zit. Hoe kan dat nou? Nou, ik heb eens uitgerekend hoeveel moleculen van dat spul, het is natuurlijk een chemisch molecuul, hoeveel moleculen er nou in dat hele kleine beetje zitten. En dat zijn er echt ontzettend veel. Ik kan het aantal nullen, 17 geloof ik. Dat is het aantal dingen die daarin zitten. Dus 17, 10 tot de 17e moleculen. Die gaan het lichaam in. Die gaan op reis met z'n allen, gaan door het maag-darmkanaal naar binnen, komen in de bloedbaan van mijn patiënt elke dag en reizen daar rond en gaan iets heel bijzonders doen. Die gaan iets heel bijzonders doen. Daar hebben we een animatie van. Kijk, hier zie je het hart van onze patiënt. Klopt slecht, het is helemaal bol, het is vol water. En we gaan inzoomen op die spiercellen en die spiercellen die... Zie je, die trekken zich niet goed meer samen. Het hart is één grote spier. En nu gaan we naar de wand van de spiercel hier. En dan zie je dat in die wand, dat is niet een glad ding, daar zitten hele mooie machientjes. Daar zit een natrium-kaliumpomp. Dat is eigenlijk een eiwit. En het eiwit, dat zweeft in die celwand. Beneden is binnen in de cel en boven is buiten. En wat dat ding doet, dat krijgt energie. Dat zie je nu gebeuren. Er komt een molecuul aan, dat geeft hem energie. En daardoor kan hij 3 natriums naar buiten pompen en 2 kaliums naar binnen. Dat is een eiwit dat doet. Dat gaat heet het open en dicht. Onder energie vanuit die cel gooit er 3 natriums uit en 2 kaliums in. Dus je kan je al voorstellen dat die cel die is negatief geladen ten opzichte van de buitenkant. En daar is het dioxine. Dat verlamt dat machientje. Dat plakt precies aan het randje zodat hij niet meer open en dicht kan gaan. En wat er dan gebeurt is dat er steeds meer natrium in die cel blijft zitten. En er is een andere pomp, die is er ook, die zit iets verderop. Die gaat proberen om die natrium eruit te halen. En ondertussen stopt die een calcium de cel in. En die calcium die is nodig om spieren te laten samentrekken. Dus je geeft die spier net een klein beetje meer calcium. En die kan dan beter samentrekken. En dat doet dat ding helemaal zelf. En die contractie die wordt beter. En het hart, dat zie je ook, kan zich weer helemaal leeg pompen. Er gaat dus veel meer bloed doorheen. De nieren merken dat. Die gaan dat water en dat zout er weer uitlaten. Dus de patiënt plast al zijn oedeem uit. En uit de longen gaat het water weg. Dus hij voelt zich weer een heel stuk beter. En dat is eigenlijk best wel wonderlijke nanotechnologie. Het is natuurlijk al wonderlijke nanotechnologie dat aan de buitenkant van zo'n cel al deze dingen zitten. Dat er eiwitten zitten die dat kunnen. Die natrium- en kalium-ionen van elkaar kunnen onderscheiden. En die daar energie voor krijgen. En die dan vervolgens verderop een dingetje zit dat calcium
dingen naar binnen kan laten. Zo werken al onze cellen. Al onze cellen, er zit aan de buitenkant, dat is niet gewoon een plasticje wat daar omheen zit. Er zit een onnoemelijk aantal dingen die de hele tijd die cel op het goede niveau houden. Die zorgen dat die merkt wat er aan de buitenkant gebeurt. En op die, dat zijn receptoren en enzymen en eiwitten, op die stofjes, daar komen allerlei stoffen ook uit het lichaam aan die dat effect heeft. Het is heel wonderlijk. Het is natuurlijk ook heel wonderlijk dat in dit beetje, het valt nu uit elkaar, maar dat in dit ding een stof zit die zo specifiek dat doet. Wie kan dat bedacht hebben? Ik weet het niet. Het is een vraag die heel veel stelt. Waarom zou er in hemelsnaam een plant zijn die dit spul maakt? Ik denk dat het toeval is. Het is toeval en evolutie en in de evolutie gebeuren dat soort dingen. Maar dat het kan is wel heel bijzonder, vind ik. En dat is eigenlijk wat we op dat moment konden met die geneesmiddelen. We vonden ze toevallig. Ze werden toevallig gevonden en in de loop van de tijd gingen we die stof eruit halen. Van dit spul is het overigens pas gelukt in 1950, 1960... Tot op dat moment hadden apotheken in Nederland gewoon gemalen digitalisblad in een pot. Werd ergens gekweekt, gedroogd, gemalen en dat was het geneesmiddel. Dus pas tegen 1960 konden ze het eruit halen. Dus dat is een van de latere isolaties geweest. Maar het waren allemaal dingen uit planten. Tot zo'n beetje 1930. In 1930 konden we, doordat de chemie beter werd, ook geneesmiddelen zelf maken. Je kon zo'n molecuul in elkaar knutselen. En dat is helemaal niet voor het eerst gebeurd voor geneesmiddelen. Maar dat is voor het eerst gebeurd omdat de kledingindustrie rond de jaren 30, die gingen steeds meer industrieel werken. En natuurlijke kleurstoffen, die waren niet meer genoeg van om die kleren rood te maken. Dus er was een chemicus bij een bedrijf, een kleurstoffenbedrijf. En dat bedrijf heette Bayer. En die vond een stof uit die rood was. Prontosil noemden ze het. En daar kleurden ze kleren mee. Totdat er in die tijd was er ook een microbioloog en die dacht, god, laat eens kijken of het ook bacteriën doodmaakt. En dat deed ontzettend goed. En toen kwam dus de gedachte op, van misschien is dat wel een geneesmiddel. En dat zijn ze gaan uitproberen. Zijn het gaan mensen gaan geven. En dat is een heel mooi verhaal van een Engelse dokter, een Engelse consultant, en die natuurlijk 's avonds uit zijn ziekenhuis naar huis gaat, met een zaaltje met mensen met infecties. En in de jaren 30 ging iedereen dood aan infecties. 20% van de kinderen die longontsteking hadden, gingen dood. Dat is meer dan nu kinderen doodgaan aan leukemie. Daar waren ze aan gewend. Dus hij liet zijn assistent achter voor de nacht en zei, probeer maar eens dit spul. Dat was die sulfa. En het verhaal is dat hij de volgende ochtend komt hij bij zijn ziekenhuis terug. En dan staat die assistent die staat op de stoep van het ziekenhuis met zijn armen te zwaaien. En denkt, oh god, er is vast iemand, er is vast iets gebeurd met dat middel. Maar waarom hij zo enthousiast was, was dat zijn patiënten het allemaal overleefd hadden. Dus voor het eerst heb je daar dan het eerste antibioticum. Weer een wonder in die ontwikkeling van geneesmiddelen. Nog steeds toeval. Want we vinden eerst een een of ander spul en dan vinden we uit dat het werkt. En uiteindelijk hebben ze uitgevonden hoe het werkt. En het werkt weer net als bij digitalis. Het bindt zich aan een of ander enzym, waardoor die bacterie zijn eigen celwand niet meer kan maken. Dus stopt die met groeien. Sulfa's gebruiken we gewoon elke dag nog steeds. En uit die tijd begonnen als een kleurstof voor kleren. En op een gegeven moment zijn we in staat om die geneesmiddelen, en dat is van dan eigenlijk begint dat zo rond 1950, om die geneesmiddelen te maken voor een bepaald doel. Zeg, ik wil iets beïnvloeden en dan ga ik een molecuul maken om te zorgen dat dat zo is. En dit is een mooi voorbeeld. Het is het voorbeeld, hier kijken we de hersenen in. Dit is een neuron, een hersencel, zo'n hele lange dunne cel die ergens een cellichaam heeft en een soort draad aan het einde. Dat zijn al die draden die aan elkaar vastzitten bij de meeste van ons, en die met elkaar praten. En die praten met elkaar door elektriciteit. Als er een signaal uit zo'n ding komt, dan gaat het via elektriciteit naar het eind. Maar aan het einde van zo'n zenuw, en die zie je hier, er zit een soort spleet. En die spleet die kan niet overbrugd worden door elektriciteit. Die wordt overbrugd doordat die cel een stofje afscheidt, precies op het moment dat die een signaal overgeeft. In dit geval zie je dat, dan zie je die balletjes die daar zitten, die bevatten dat molecuul, dat heet serotonine. En dat zijn de cellen die iets te maken hebben met ons humeur.
als ons humeur goed wordt, dan gaan die serotoninecellen die gaan werken. Ze stoppen dat spul in die spleet. Aan de andere kant zit een andere cel en die heeft weer van die eiwitjes aan zijn buitenkant zitten. En die merken dat die stof daar zit. Stof bindt zich aan het eiwit, er komt weer een nieuw elektrisch signaal en dat gaat weer verder. Zo werken onze hersenen. Nou, hoe precies weten we ook niet, maar dit is een belangrijk punt daarin. We kunnen nu wat die cel doet, is dat die heel handig is in het hergebruik van die serotonine. Hij gooit het niet weg nadat hij het heeft afgescheiden. Hij zuigt het weer naar binnen via weer andere eiwitten die aan die ene cel zitten. Ja, het wordt ingewikkeld, dus je had beter wel zo'n turbo slim kunnen nemen. Maar we kunnen geneesmiddelen maken die daarop plakken. Je begrijpt wat er gebeurt. Die serotonine kan niet meer terug opgezogen worden. Er zit dus veel serotonine in die spleet en er is heel veel signaal. Dat is Prozac, dat zijn de antidepressiva, die werken zo. Die zijn dus zo gemaakt dat ze precies op dat eiwitje passen wat die serotonine weer opzuigt. Dus het is heel bijzonder dat dat kan. En dat kan dus doordat we weten hoe die eiwitten in elkaar zitten. En we weten hoe de chemie werkt. En dan kunnen er moleculen gemaakt worden. Dat is dus heel anders dan ze uit zo'n plant halen. Die plant maakt ze ook, maar die heeft maar wat gedaan en is toevallig goed gekomen. Nu doen we dat veel gerichter. En een heel mooi voorbeeld vind ik is Thaislijmziekte. Thaislijmziekte, cystic fibrosis, ziekte die veel voorkomt. Waarbij mensen hun slijm, wat ze afscheiden in hun longen bijvoorbeeld, wordt heel dik. En dat komt, hier zie je zo'n slijmcel. En zo'n slijmcel die moet chloor, moet die dat slijm inpompen. Een chloorkanaal. Het lijkt een beetje op dat digitalis ding. En bij digitalis maakten we het kanaal wat die natrium en die kalium uit elkaar haalde, maakten we ziek door digitalis. Dat wilden we ook, want daardoor kwam er meer calcium in die cel en daardoor ging zijn hart beter. In dit geval is dat kanaal ziek. De genen van die mensen met Thaislijmziekte, daar zit een foutje in. En dat dingetje wat daar gemaakt is, dat eiwitje, dat werkt niet goed. Dan kan dat chloor er niet goed uitpompen. En het gevolg daarvan is dat het slijm heel dik wordt. Het is heel makkelijk om bacteriën daarin te laten groeien. Dus die kinderen die krijgen al heel vroeg longontsteking. Moeten de hele tijd behandeld worden met antibiotica. Er zijn allemaal pogingen om dat slijm dun te houden. Maar toch krijgen ze uiteindelijk gestoorde longfunctie. En heel vaak moeten ze al op relatief jonge leeftijd een longtransplantatie ondergaan. We weten wat die fout is in het gen. We weten ook hoe die fout eruit ziet in sommige van die chloormachientjes. En er is nu een bedrijf en dat heeft iets gemaakt dat in sommige van die gevallen, want die ziekte is niet altijd hetzelfde, die chloormachientjes corrigeert. Dat plakt er dus aan, net als de digoxine heb je. Je zag dat plakken aan dat natriumkanaal. In dit geval plakt het aan dat chloorkanaal en het trekt het net in de goede vorm, zodat het wel werkt. En dan gaat het ook echt een heel stuk beter met die kinderen. Dus dat is bijzonder. Ik kan het molecuul laten zien. Hier heb je het. Het is helemaal geen ingewikkeld molecuul, maar het is zo in elkaar geknutseld dat het precies die fout herstelt. Dus bijzonder. Het laat ook wel zien wat er kan. Er zijn ook wel problemen. Dit spul kost om toe te dienen aan een patiënt kost $300.000 per jaar. Dus hoe dat nou in de toekomst moet, dat is nog niet zo helemaal duidelijk. Maar de technologie is er nu om dat soort dingen te doen. Er zijn ook kinderen met CF die hebben dat chloorkanaal helemaal niet. Dan kan je het dus ook niet corrigeren. En dan moet je dus iets doen aan het gen. Je moet het gen op de een of andere manier corrigeren. En ook dat heet gentherapie. En dan ga je dus de code voor dat eiwit proberen te verbeteren. Dat is er nog niet. Maar de technieken daarvoor zijn aanwezig. Dus je kan ook nu zelfs in sommige gevallen DNA corrigeren. En dan corrigeer je de ziekte ook. Dus we hebben, denk ik, de komende 20 jaar hele spannende dingen te verwachten. Want we beginnen zo langzamerhand te begrijpen hoe die ziektes in elkaar zitten. We beginnen langzamerhand voldoende technieken te hebben om dit soort correcties te kunnen aanbrengen. En als je dus zou denken, we hebben nu zoveel geneesmiddelen, er kan niks meer bijkomen. Daar ben ik van overtuigd, dat is niet waar. We gaan nog hele bijzondere dingen zien. Niet ieder jaar, niet iedere maand, maar wel regelmatig. En dat betekent wel iets, want we gaan nu
echt de ingewikkeldheid in met de geneeskunde. En dat is ook helemaal niet zo gek dat dat nu pas gebeurt als je erover nadenkt dat in 1960 er nog helemaal niet zoveel was. En het is nu 2014 en het begint een beetje te komen. Dit is allemaal van de laatste halve eeuw op zijn hoogst. En die spannende dingen die zijn dat we gaan begrijpen hoe ziektes in elkaar zitten, ziektemechanismen. En ziektes als Alzheimer, we hebben nog geen idee hoe het werkt, of psychoses, maar dat gaat eraan komen. En als dat eraan komt, dan gaan we ook de geneesmiddelen maken die dingen opeens corrigeren. Dus de komende 30 jaar heel veel te verwachten, maar het is hele complexe biologie. En we zijn op dit moment eigenlijk nog in dit vak ontzettend gefragmenteerd bezig. We zijn nog in kleine clubjes bezig. En als je naar de natuurkundigen kijkt, dan zie je dat die het Higgs-boson vinden door zo'n hele grote versneller met z'n allen te bouwen. Ik denk dat samenwerking in de geneesmiddelontwikkeling de komende 30 jaar gaat worden. Dat gaat hele andere mensen vergen dan we tot nu toe in dat vak hebben gehad. Niet meer één nerd in een labje die één dingetje aan het vinden is, maar groepen mensen die het veel belangrijker vinden om een resultaat te boeken dan zelf beroemd te worden. En ik denk dat dat een ontzettende mooie ontwikkeling dus is. En iedereen die dit vak de komende 30 jaar gaat beoefenen, die gaat iets heel bijzonders meemaken. Dankjewel.